best wel wat moeilijke vragen gesteld. Je hebt weinig moeilijke vragen gekregen. Dat is de perk van presentatie. Exact. En daarom gaan we... Ben ik nu niet. Daarom zit jij nu hier in First. En wij hebben ook een nieuw onderdeel. Ik denk dat jij hem geweldig gaat vinden. Het is namelijk Confession Keg. Confession Keg? Ja, Veras heeft een heel, heel leuk nieuw conceptje bedacht voor First. Dit heb ik zelf bedacht. Ik vond het super origineel idee. Ja. I love it. Het is een heel simpel concept. We hebben hier een aantal zonden hier aan de zijkant. ik heb het niet eens gezien. En jij mag eentje uitkiezen. Bro, ik zag het niet op nu pakken. Nou, weet je wat? Ik ga er gewoon eentje pakken. Yeah. Fuck it. Fuck it, bro. En het allermooiste van het hele verhaal is dat je de vragen... Misschien zelfs nog wel herkend, want het zijn allemaal vragen die jij zelf aan iemand stelt. Hi, ik wist dat dit programma me ooit in me... Niet antwoorden is geen optie, hè? Dit zijn dat is jouw wel een eigen beetje hypocriet. Oké, we beginnen met de eerste, Quinty. Heb jij ooit iets online gezegd waar je spijt van had? Haha! Ja, vast nee, wel. Nee, kom, ik wil nu een antwoord horen. Niet ja, vast wel. Wat heb je online gezegd waar je spijt van hebt? Zeg het me, anders kom ik dichterbij. Dan ga ik in je nek hijgen. Dat wil je echt niet. Nee, ik weet het niet. Nee, ik denk niks. Je hebt toch wel een keer ooit op King Alert of zo op iets getweet waar je vet wel gezeik mee hebt gekregen. Dat is vast wel iets. Nee, ik heb wel nooit dingen gezegd. Ja. Als in verbaal. Ja. Maar ik heb wel eens dat ik op... ik heb altijd een policy met mezelf dat ik niet reageer op dingen die negatief zijn. Omdat het gewoon... Het is gewoon een Enzo Knol policy. Je voedt het alleen maar. Basically. Ja. En toen heb ik toch een keertje soort van... sideways gereageerd. Ergens zonder onder iemand te taggen. Ja, weet onder je wel? Een Twitter thread ergens. Juist. Ja. Met wie? Ik wil nu even ja, details. Bij, even bij, naam in detail. Rosse was dat. Oh ja, Rosse. Rosse is geen fan van mij. Oh, wat mag, dat is prima. Ja. Wie, waar woont u? Waar? Ik zie wel eens uit. Van de hel woont u? Almere! Bij Armo. Jij bent niet met Almere. Hey, jongens, het wordt gefilmd, hè? Dat ja, maar goed. Wat is dat then? Dus. En toen reageerde hij op iemand anders. En toen zei ik, joh, waarom geef je er aandacht aan? Want dat is wat hij wil. Yeah. Weet je wel, het is basically een internet troll. En toen heeft hij dat weer gebruikt. Ja, toen dacht ik, ja... Je wint nooit, je kan nooit winnen. Okay. Dat was een beetje stupid. Volgende vraag. Ik denk dat we hier eigenlijk al antwoord op weten. Maar welk YouTube-kanaal mag nu verwijderd worden? Ja... Ja. Gooi. Zal ik dan gewoon dezelfde naam lossen? Rossen, yeah! Oké, okay. Ik ga de volgende erbij pakken. Volgende week ga je de ding eraf halen. Ik gooi nu zomaar meer vuur. Ik gooi nu zomaar meer vuur. Speciaal voor Cesar, de volgende lust. Laten we even kijken. Cesar? Ja. Ben je wel eens in je... Nee, grapje. Hoeveel... Nee, dit is een throwback naar Cesar. Hoeveel bedpartners heb je gehad? Eén? Met partners? Ja. Qua... Hoeveel mannen, hoeveel verschillende... vrouwen? Give it up, oké. Het gaat er niet. Ja, vrouwen, ja, klaar. Ik ben ja, ja. Begin met vrouwen ook. Ja, ga van het gezicht. Mag ook een schatting. Ja, dat is geen schatting, man. Want je, kom, 30, 40, nee, geen... Je bent al een klein beetje in welke categorie. Op een jaar heen doet dat zo lang. En dan minstens 6 jaar. Ik denk wel sowieso wel een... 10. Nee, maar gaan we echt richting 2 barkie, 4 barkie. Wat? Ja, wat is barkie? Je 100. Moet ook een aantal gewoon in barkie serieus? Zeggen. Ben je serieus? Je wil me nakken met Dance Sugar Daddy's, maar je weet niet eens wat hij een barkie het is. Het je weet niet wat een donnie is. Oké, okay, we gaan door met de volgende. Jalousie. Dit is... Maar gewoon heel eerlijk, jullie zijn... Ik ben heel benieuwd. Ja, als ik ze stel, moet ik ze ook beantwoorden. Vind ik ook. Oké, ja, okay. Quinty, ooit jaloers geweest op je collega's of familie? Nee. Ja, je zus is natuurlijk super populair. Of populair, dat doet het onwijs goed. Ja, true. Zeker. Maar niet jaloers. Nee. Ik vind sowieso jaloezie echt een... Die is nasty, hè? Ja, maar het is een beetje een domme emotie om te hebben. Ik bedoel, je kan naar iemand kijken en denken... Oh, dat vind ik tof, dat zou ik ook zelf willen. Maar dan moet je er zelf voor gaan werken. Als je jaloers gaat worden en een soort van daar... Ja. Negatief in gaat zitten. Dat klopt, is een domme dus, maar het is ook wel menselijk. Ja, we ik vind dat heel makkelijk gezegd. Van ja, Lucie is een kut emotie. Dat is ook zo. Niemand wil het hebben. Maar je hebt toch wel eens een momentje gewoon. Ja, dat... Sorry, ik vind dat echt niet. Sjaak, jij? Nee, Ali B. Maar misschien heb ik mezelf daarin getraind. Nee, ik gewoon denk. Ja, precies dat. Ja, weet ik ook. Nou, ja. Ja, nee, maar broer. Nee, man. Nee? Nee, man. Oké, verder. Sorry, enough. Kan ik jullie geen antwoord geven? Ijdelheid. Als dat de waarheid is. Deze vind ik leuk. Oh, deze gaat leuk worden. Geniet aan, hoor. Oké. Hoe gives the fuck wat ik aan heb als ik niet meer ga gaan. Deze gaat deze voor jou, Sjaak. Jij mag ook beantwoorden, Quinty. Wel eens een blauwtje opgelopen. Een blauwtje zoals? Heb je wel eens, weet ik veel, een stijf in de bus gehad? Heb je wel eens gekotst ergens? Dat is toch geen blauwtje? Dat is toch geen blauwtje? Een blauwtje is dat je als iemand afstapt en iemand zegt dat, skuurt, denk ik niet. Ja. Een keertje eten? Nee, lief niet.
Ja, sowieso, man. Maar tuurlijk. Vertel, wanneer was dat voor het laatst? Ja, dat is heel lang geleden, man. Ja, oké. Okay. Weet je, ja, je bent single, dus je gaat flirten met die. Maar dat is geen stress. Iemand nee, zegt, man. Nee, nou, prima. Nee, maar oké. Maar even een specifieke situatie. Je weet er ja, toch nog wel even, eentje. Een leuk verhaal. Dat jij misschien een roze droeg. Ja, nee. Ja. Nee, maar ik kan wel toch zeggen dat heel vaak, dames. Hey, no, maar, vaak? Ja, maar ja, tuurlijk. Toen die tijd, ja. Ja, tuurlijk. 9 zeggen nee, ja, nummer 10 zegt hey. Let's go, niveau. Maar weet je er nog eentje? Zit er nog eentje in je hoofd die dus echt. Ja, ze al opgeven bij 1. Dus je bent gewoon een zwaar fatoe, man, eigenlijk. Dat is het. Ja, ik ben wel een strijder. Yes, ja, je bent, ja, zeker weten, ja, niveau. Ik hou van schildpadden. Je wil maar een Quinty, heb jij wel eens een blauwtje opgelopen? Een blauwtje? Nee, maar dat komt. Dat komt meer omdat ik gewoon niet op mensen afstap. Ik kan dat niet, man. Iemand moet op jou afstappen. Ja, of ik doe gewoon. Ik kan dus met iedereen gezellig kletsen. Ja. Echt, ik kan met iedereen oké zijn. Ja. Maar zodra iemand ook maar een klein beetje een move maakt, zo denk ik. Hè? Dan waren we toch niet aan het praten. Wat gebeurt hier? Maar heeft iemand jou nooit gewoon proberen te zoenen of zo? Jawel. En zoende je dan terug of duurde diegene weer? Ligt eraan. Oké, dus er waren wel een paar guys die gefaald hebben in hun missie. Ja, maar dan is het dus meer andersom. Dan is het niet dat ik een blauwtje heb gelopen, maar dat ik meer afwijs. Sjaak, kan je hierover meepraten? Ja, nee, ik kan het wel. Dat je moe bent en dan zegt ze, hey, luister, houd gewoon bij een dansje, gewoon leuk. Ja, toch? Oké, schat, geen probleem. Ik dacht, maar we zijn blijkbaar niet. Anders weet je het niet, als je niet probeert. Is waar. Oké, we gaan door naar de allerlaatste. Ja, ik vind wel dat jullie hier wel heel makkelijk uitlullen. Ik wil nu niet zo'n open vraag, Veras. Heb ze. Even specifiek naar een verhaal. Aan de jongen, mee. Echt, wat gebeurt hier? Laat mij op de gang. Deze is voor Sjaak. Ja. Wat is je domste uitgave ooit? Domste? Ik ga je wel zeggen, domste was wel. Het was niet. Ja, ik heb veel meer uitgegeven, maar het domste was wel. 2010, Marrakesh, nieuwjaarsnacht. Ja. En ik had voor nieuwjaar een tafel bij Pasje, die was 5 ruggen. Ik had Hugo Bospak van 2500. Zo. Hotel, alles, hele week, ja. Yeah. We het geluxe hotel, alles. Ja, gaat het zitje zo snel op een 40. En toen vrijdag. In een week? In 5 dagen. Ja, vrijdag is Marrakesh, broer. Is Marrakesh, braaf. Je weet het, toch? Je hebt wel gespend dan, man. Broer, dat was. Ik wil eerst praten. Maar luister, dus in ieder geval. Ik geef je de domste. En waarom? Ja. Omdat ik nieuwjaarsnacht. Kom ik van Timberland Feest, die ging daar draaien. Ja, 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 ja. En ik kwam naar buiten en opeens raak ik in een gevecht met 5 andere gasten. Oei, oei. Ik gewoon 4-5 dagen gezeten in Marrakesh. Geen nieuwjaar, geen ene moer. Wow. 50 man in de cel. Je tafel. Gasten. Ja, en je pak. Hugo Bospak. Hotel. Alles gewoon daar, hoor. Oh. Ik zit daar in de jailhouse, broer. Was die pak niet vies dan? Bro, die pak hing. En toen ik kon de pak ook niet aan. Ik had gips, want die gast was over. Ja, in ieder geval heel stevig. Okay. Maar dat was dom. Ja. Dat was echt heel naar. Eerlijk van je. Dat ja, je bro, dat was echt naar. Quinty, willen voor jou nu ook een eerlijk antwoord? Ja. Nee, heb je ons ook gegeven. Ik ben echt eerlijk geweest. Heb je ooit misbruik gemaakt van je vape? Dat is gewoon ergens even dat je de reis een keer. En zo ja, vertel. Ja. Soms mag je. Nou, ik heb. Maar dat is niet per se van mijn fame. Ja. Maar ik heb wel eens. Toen ik jonger was, ben ik naar premières gegaan als mijn zus. Oh, echt? Nee! Ik zou dat ook doen, bro. Ja, want jullie lijken ook weer gezien. We lijken echt heel erg op elkaar, alleen qua lengte niet. En dan had zij geen zin. Dat is gangster shit, bro. Oké. Ik wil gelijk even. Hebben we een foto van de zus van Quinty? Ja, ik ben benieuwd, man. Kom. Even kijken. Ja, dit is een hele oude. Maar dit was dus. Dit was wel heel grappig, want ik ging hier toen naar een première. En toen deed ik ook zelf pers, want ik ging mensen interviewen. Kreeg ik de perslijst en toen stond dus mijn zus haar foto met mijn naam eronder. Oh, echt? Toen dacht ik, oké, maar dit is dus het nieuwe level. Dat ik er zou moeten zijn, maar mijn zus er foto wordt gebruikt. Dus hier heb ik wel een keertje. Ja, dan had zij, weet ik veel, ze was veel aan het werk. Dus zij had nooit tijd of zin, whatever, voor van die kleine premières waar toch niemand gewoon Rapunzel en zo. Jouw zus. Dacht ik, I don't know. Let's go. Ik was zelf, toch? Ik was zelf. Ik vind het fucking slim. Ik zou het ook doen, hè? Ja, maar ik was wel gespannen, man. Ik ben niet goed in frauderen, echt niet. Ik dacht, oh, wat als ze me snappen? Wat als ze je snappen? Dan ga je naar huis, man. Ja, precies. Gewoon gaan.